benieuwd. Hier is het hoor. Ja, hier is het. Geweldig. Je zal hier maar wonen. Oh, ik ben zo benieuwd. We zijn uitgenodigd op de koffie bij de wethouder, ja. Meneer Blind. Loes en ik, ja, we durven het bijna niet te zeggen, maar wij hopen natuurlijk op een lintje. Het is natuurlijk wel de goede maand. Hè? Ja, zeker. Ik word natuurlijk niet voor niets uitgenodigd bij de wethouder. Nee. Nou, hij staat daar toch al? Het lijkt wel of hij aan het werk is. Ja. Dat is bijzonder. Ik dacht toch werkelijk dat we op de koffie zouden komen. Jij dan? Ja. Nou, laten we even uitstappen. Ja. Hè? Meneer Blind. Wat nu dan? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent druk, zien wij. Ja, toch strippen, hè? Oh. Energie besparen natuurlijk. Oh zo. Oh. Ja, dat is belangrijk, ja. Dacht ik, hè. Ja. Maar fijn dat jullie er zijn. Ja. Mooi op tijd ook, daar hou ik van. Ja. Want belangrijk werk natuurlijk. Belangrijk werk? Voor jullie ook natuurlijk, ja. Voor ons? We hebben een hele mooie regeling in onze gemeente Holstwijen. De reductieregeling energiebesparing. Oh, ja. Mensen kunnen spullen bestellen. Kunnen ook aan de slag met energiebesparing. Tochtstrips en dergelijke. Kunnen ook een energiecoach in huis krijgen. Een energiecoach? Een energiecoach. Dat is iemand die je helpt? Ja, die helpt jou. Ja, ja. Met het zoeken naar verbeterpunten aan je woning. Oh, oh juist. Hartstikke mooi. En is dat helemaal gratis? En het wordt allemaal betaald. Dat weet u niet. Hoe mooi wil je het hebben? Ja. Alleen, de mensen weten het nog niet. Nee. En daar moeten jullie ons mee gaan helpen. Wij? Ja. Jullie zijn bekend in deze gemeente. Iedereen kent jullie ze ondertussen wel. Ja, dat is waar. Het zou toch prachtig zijn als jullie de ambassadeurs willen worden voor de RRE-regeling. Zouden jullie dat willen doen? Ja, zeker wel. Ja? Wat een eer, meneer Blind. Dan heb ik iets voor jullie. Kijk u eens. Ik doe het even zo. Moet wel coronaproof natuurlijk. Ja. Want we gaan dan dubbel. Dubbel. Tada, besparen. Dubbel besparen, ja natuurlijk. Alsjeblieft. Ja, wij zijn ook. Want het is gratis en het is natuurlijk ook energiezuinig. Precies. Ja, oké. En wij mogen de burgers in de gemeente enthousiast maken. Trek ze er allemaal bij, maak ze enthousiast en zorg dat ze aan de slag gaan. Nou, dat gaat ons zeker lukken, toch, Loes? Ja, dat gaat ons lukken. We gaan ermee aan de slag. Wij gaan onze taak serieus nemen, meneer Blind. Nou, voordat wij vertrekken, we hebben ook nog iets voor u meegenomen. Een potje zelfgemaakte peertjes. Dankjewel. De peertjes uit Olst. Stoofpeertjes, hè? Ja, stoofpeertjes. Dankjewel. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, wil je geen tijd te verliezen? Nee, wij gaan aan de slag. Dag, meneer Blind. Dag, meneer Blind. En dank u wel. En een succes met klussen, hè? Dankjewel. Ja. Komt goed. Dag. Nou, wat een fantastische opdracht, hè? Nou, ik vind dit zelfs nog belangrijker dan een lintje. Nou, wat zeg jij, Loes? Absoluut, Willy. Nou, we moeten die kant op, hè? Ja. Rechtdoor. Besparen. Olstweijen.nl. Nou, warempel, hij doet het. Ja. Dubbel besparen, het staat erboven, zie je wel. Bespaar energie en geld. Ja, dat is heel belangrijk. Oh, kijk, hier is de webshop. Ach, kijk. Nou, ze hebben ook een brievenbus. Nou, die hebben we zeker nodig, Loes. Nou. Hè? Kun je nog meer bestellen? Want deze is maar 4 euro. En we hebben tenslotte 60 euro te besteden, nietwaar? Ja. Ach, tochtstrip. Ja, och, ja. Zeker nodig. En vloerkleedjes, vallen die er ook onder? Nee, die vallen er niet onder, oh, want dat is nou natuurlijk jammer. Geen energiebesparing. Nou ja, het is wel warm aan je voeten. Hè? Maar het vermindert toch niet de CO2? Nee, dat is waar. Deze actie start op donderdag 15 april.
www.dubbelbesparenoostweijen.nl